koekjes aan het maken van de Vegan Corner. Zeker een aanrader om een keertje te kijken. We hebben heel veel leuke, lekkere recepten. In de oven even aan het opwarmen. En ik vond het wel heerlijk voor vanavond op de bank. Niet? Ziet het er niet ontzettend lekker uit? Ik ben natuurlijk geen topkok. En ook geen topkoekjesmaker. Maar ach, ze gaan ook niet heel naar binnen. Ik heb een soort balletjes gemaakt van haver, koekkruiden, in water gewelde cashews en mature dates. Die heb ik trouwens van de Dirk van den Broek. En dat zijn echt heerlijke balletjes geworden. Let's taste it. Zo ziet hij er dus uit. Vorige keer had ik hem iets fijner. En toen had ik ook nog weer pindakaas erdoorheen. Die heb ik er nu uitgelaten. Dus ik ben benieuwd. Ja, heerlijk. En het laatste wat ik nog gebakken heb is deze. Een beetje besneeuwde kaki taartje. Hij is echt heel klein. En wat erin zit, er zitten 3 kakis in. Zeer rijpe kakis. En een beetje dadels in de korst. Net als cashewnoten. En een beetje kruidkoek. Kruiden. Eigenlijk bijna hetzelfde als de balletjes. En aangezien mijn nichtje morgen jarig is, vond ik deze wel passend. En dat gaat dan in zijn geheel in de vriezer. Volgens mij staat mijn vriezer wat ik uit. Vandaar dat hij een beetje besneeuwd is. En daar gaan we morgen lekker van genieten. Deze after eat. Kerstmannen vond ik onder de kerstboom. Ze zijn vegan. Waar de normale after eat dat helaas niet is. Zijn deze kerstmannen wel. Dus dat is voor een later moment.